Welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over kleurenanalyse en hoe je deze helemaal gratis zelf kan doen. Je hebt op social media misschien verschillende methoden voorbij zien komen en mensen uploaden foto's naar ChatGPT of hun kleurencodes en vragen dan aan ChatGPT: wat is mijn palet? Maar ik zie dat heel vaak daar het verkeerde resultaat uitkomt. En toen ging ik zelf googlen en kwam ik een app tegen. Dit is niet gesponsord. Het is zelfs een gratis app, dus. Maar ik kwam toen een app tegen en die heet Vivaldi Color Lab. En hiermee kan je heel makkelijk bepalen welk seizoen je nou eigenlijk bent. En voor degenen die er niet helemaal bekend mee zijn, je hebt 4 seizoenen. Natuurlijk herfst, winter, zomer, lente. Die kennen we allemaal. 2 tinten wit. Deze heeft een koele ondertoon en deze heeft een wat warmere ondertoon. En winter en zomer horen bij koel en herfst en lente horen bij warm. Het gaat dus niet om de temperatuur van het weer. En winter en herfst horen ook weer bij elkaar. Dat zijn de meer donkere seizoenen. En spring en summer, dat zijn de lichtere seizoenen. En je kan ook neutral zijn. Stel je bent lichttype en je bent neutral. Dan zet je dus net een beetje tussen lente en zomer in. En dan kan je eigenlijk beide dragen. En laat ik maar even beginnen met een disclaimer. Je kan natuurlijk alle kleuren dragen die je wil. Je kan alle kleuren van de regenboog dragen. En sterker nog, ook in je seizoen kan je eigenlijk alle kleuren dragen. Maar het gaat dus om de brightness van een kleur. Dus is het meer muted of is het heel fel? En om die ondertoon. Maar even, je mag dus überhaupt dragen wat je wil. Waarvoor zijn deze seizoenen er nou? Zodat je jouw allerbeste kleuren kan vinden. En nog steeds hoef je ook niet je beste kleuren te dragen. Maar wil je er op je best gezond mooiste uitzien? Dan is dat vaak wel als je een van jouw beste kleuren aan hebt. En voor heel veel mensen, helaas, is dat geen zwart. Zwarte kleding is heel mooi bij de wintertypes. Maar zeker bij de spring- en summertypes kan zwart heel snel te overheersend zijn. En dan kan het nog steeds heel mooi staan. En je kan natuurlijk, mag je het nog steeds dragen. Maar er gaat wel een kleur zijn die mooier, beter staat dan zwart. Die mooier is en beter staat dan zwart. Dus je gaat naar de Vivaldi Color website. En daar kan je dan een foto uploaden. En je moet deze even maken zonder make-up en in daglicht. Bijvoorbeeld als je voor een raam zit. En dan maak je even die foto en je doet even je haar, voor zover dat kan, uit je gezicht. Het ziet er een beetje gek uit. Dat is natuurlijk ook niet een hele goede foto, maar daar gaat het ook niet om. Ik heb dit allemaal geleerd in het Engels, dus het is soms lastig in het Nederlands te zeggen. Maar het is zeg maar, het neigt net wat meer naar koel dan naar warm. Ik heb het idee dat deze kleur mooier staat. Ik zie er dan gewoon frisser uit. Bij deze vind ik het zelf makkelijker. Ik vind deze kleur echt veel beter staan dan deze kleur. Dit is een warm rood en dit is meer een cool rood en meer cherry red. En deze is ook wel heel obvious, hè. Die donkerblauw ziet er beter uit dan bruin. Ja, bij deze is het toch al een stuk duidelijker dan bij die pink en oranje, vind ik zelf. Nou, your undertone is cool. Ja, dat wist ik dus al. Je kan dit ook even screenshotten. Nu gaan we kijken. Pas je beter met bright colors of meer soft colors? En nou weet ik deze ook al van mezelf. En bij bright versus soft is de vraag, maakt het je sterker, zeg maar, of is het overpowering? En ja, bij mij is dit iets too much. Je ziet eerst de kleur en dan pas mijn gezicht. En hier is het meer in harmony. Ik heb het idee dat deze allebei niet heel flatterend zijn. Ik heb dus niet echt groene ogen. Ze zijn meer blauw-grijs. Maar als ik zo'n kleur zou dragen, dan zouden mijn ogen net wat groeniger lijken. Omdat dat het dan gewoon highlight. Het is ook niet zo dat die anderen niet goed zijn, hè? Want het is al een stuk beter dan bijvoorbeeld warme kleuren. Maar ik ben in elk geval zeker geen winter. Dus summer is correct. En dan gaan we naar subseason. Oh, en nu wordt het moeilijk. Nu krijgen we cool summer, light summer, soft summer. Feels in harmony with your overall complexion and features. Ja, eerlijk, deze voelt wel iets meer harmony. Maar ik heb het idee dat ik er hier iets frisser uitzie. Dus ik ga in dit geval voor light. Maar ik ben natuurlijk ook mezelf gewend met lichte kleuren en niet zozeer met heel veel kleur. Maar deze, ja, ik denk dus echt dat
Kijk, deze is sowieso te cool. Dus het is dan weer of soft of light. Ik heb het idee dat deze misschien te licht is. Ik denk dat dit het beste is. Alhoewel ik wel het idee heb dat hier, dat mijn huid wat meer, dat ik meer een glow heb. En hier wat minder. Ik vind het heel lastig. Ik had dit van tevoren moeten bekijken. Ik dacht, oh, ik weet mijn seizoen. Dus dat komt wel goed. Maar nu denk ik, oh, weet ik het echt 100% zeker. Ik heb toch het idee dat ik er met deze frisser uitzie. Kijken wat hij zegt. Oh, toch een soft summer. En dan gaan we naar Explore Seasons. En hier kan je ook seizoenen makkelijk vergelijken. Dus bijvoorbeeld soft en light summer. Of bijvoorbeeld soft summer en soft autumn. Oh, nu staan ze andersom, ja. Nou, en wat heb ik dan gedaan? Bij zo'n kleurenanalist krijg je altijd van die kaartjes met je beste kleuren om mee te nemen met shoppen. Nou ja, dat kan ook best wel prijzig zijn. Dus, Gamma, please don't sue me. Maar ik ging naar de Gamma en ik heb hier wat kleuren opgepakt in mijn beste kleuren. Dus als ik nu hiermee ga shoppen, dan denk ik, oh, deze kleur blauw, heeft die wel de goede ondertoon? Nou, en ik heb laatst een heel mooi pak gekocht, bijvoorbeeld in deze roze kleur. En een topje, zoiets, maar dan een beetje in, nou ja, een mix van dit. Deze blauwe kleurtjes. En ja, ik merk gewoon als ik dat aandoe, dat ik meteen meer zoiets heb van, oh, het staat echt leuk. En ja, ik ben dus gewoon naar de Gamma gegaan. Ik ben daar met mijn appje naartoe gegaan en gekeken van, oké, welke kleuren vind ik mooi? Wat wil ik dragen? Welke passen binnen mijn palet? En als je nog vragen hebt, let me know. Ik ben zelf geen kleurenanalist. Ik zat er wel aan te denken om daar een cursus voor te doen. Maar uiteindelijk heb ik zoveel dingen. Dus ik denk dat ik het maar gewoon bij mijn app en deze kaartjes hou. Maar dit is dus hoe ik gratis zelf een kleurenanalyse heb gedaan. Laat me vooral weten in de comments wat jouw seizoen is. En heel erg bedankt voor het kijken. Ik zie je graag in de volgende video.